Ja, welkom iedereen. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Een soort tweede huis. Wij zijn, zeg maar, onze studio is hier ongeveer 15 kilometer vandaan. Ik was inderdaad, in tijden van corona hebben we hier inderdaad in de hal hebben we de grote werken voor de Lakenhal gemaakt. Dat was echt spectaculair, omdat we echt het museum tot onze beschikking hadden. Maar vaker nog op de maandagen, als er een zaal vrij is, dan mogen we ook vaak grote werken daar neerleggen en bekijken. En ja, het Fries Museum is wat dat betreft altijd een hele fijne plek geweest. Ik werk met wol al best een tijdje. En in principe maak ik kunstwerken altijd voor plekken, voor locaties, op maat gemaakt, in opdracht. Maar soms zijn er ook werken die ik maak omdat ik het belangrijk vind een werk te maken met een bepaald doel. Nou, dit is het werk wat ik 3 jaar geleden gemaakt heb. Het heet Guernica de la Ecologia. Het is een werk dat is geïnspireerd op de Guernica van Picasso. Precies dezelfde mate, ook in neutrale. Bij Picasso ging het over de genocide. Jullie kennen denk ik het verhaal van dit werk. En dit werk gaat echt over de ecocide, over de vernietiging van het landschap. Het kleurloze landschap, ook in Friesland, is er toch wel op grote schaal monocultuur. En wij proberen met de studio en onze visie daar een beetje verandering in te brengen. En dit werk dat reist, is een nomadisch kunstwerk, net zoals de Guernica van Picasso. En op de plekken waar het kunstwerk zich laat zien, organiseren wij, of samen met de locatie, debatten, maar ook echt letterlijk acties. Dus eigenlijk een kunstwerk wat leidt tot actie voeren. En dat gaat altijd over ecologie, het gaat altijd over het doorgeven van kennis, het gaat ook altijd over behoud van kennis, het gaat over inclusie. Het zijn de pijlers van onze studio. Onderwijs is een grote. Dus dit werk is nu net terug uit Zwitserland en we bereiden die tournee voor. Ik heb een nieuw werk, ben ik aan het maken. Dat is eigenlijk, dat laat zien als je dus letterlijk zaadjes plant op verschillende plekken en op verschillende manieren doen wij dat, dan kan de wereld er heel anders uitzien. Dat werk wordt nu gemaakt en dat gaat getoond worden. Het is een kleurrijk werk in Barcelona in november. Dat heet Tangible Transformation, dus het tactiele, het analoge, het fysieke en dan natuurlijk in die transformatie. Ja, ik werk met wol omdat ik eigenlijk het materiaal nou ja, eigenlijk per ongeluk heb ontdekt. Ik was ooit afgestudeerd aan de Kunstacademie in Utrecht, modeontwerper. Toen heb ik geprobeerd een eigen collectie op de markt te brengen. Dat is best wel moeilijk, omdat die mode-industrie die is hardnekkig. Het is heel ingewikkeld om daar ingangen in te vinden. Het heeft een hele duidelijke structuur. Het heeft natuurlijk hele duidelijke prijsafspraken. Nou ja, met een handgemaakte kledingcollectie, nou, dat gaat best moeilijk lukken. Dat lukt dus niet. Toen heb ik een paar jaar in de confectie gewerkt. Was het begin van de fast fashion industry. Ja, en toen werkte ik wel echt best ongelukkig van. Ik zag in Parijs die grote modebeurzen en er werden er heel veel stoffen aangeboden. Echt hallen vol. En ik denk dat dat nog steeds gebeurt. En dan vraag je je af, hoe gaan we dat met de hele wereld verteren? Weet je, hoe moet je dat consumeren? Ja, dat wordt dus inderdaad ook, veel wordt natuurlijk gerecycled. Er wordt heel veel energie voor gebruikt. Als je met wol werkt, dan is dat een heel ander verhaal. Dus toen zat ik echt een beetje in een tweespalt. Ga ik verder met mode of ga ik iets anders doen? En dat kun je toch niet forceren. Toen zag ik een tentoonstelling in het Textielmuseum in Tilburg. Toen zag ik een joert. Dat is zo'n nomadische tent. En ik was eigenlijk helemaal letterlijk blown away. Dat daar mensen, nog steeds eeuwenlang hebben mensen in deze tenten van wol geleefd, gewoond, afgebroken op ezels of paarden, meegenomen. En dan begin je een nieuwe nederzetting. Dus het was ik echt vooral de kwaliteit van wol. Dat je eigenlijk zo'n oermateriaal, dat zich dat daarvoor leent. Dat het eigenlijk onder alle klimatologische omstandigheden weerstand biedt. Nou ja, een super slimme vezel is die wolvezel. En toen heb ik die baan opgezegd en toen ben ik, heb ik mezelf teruggetrokken in een atelier in Utrecht. Ik heb een schoonmaakbaantje genomen in de avonduren, dus ik had mijn vrijheid overdag. Ik heb 2 jaar lang alleen maar met wol gewerkt. En toen had ik een hele stapel
stalen. En toen ben ik echt letterlijk de boer op gegaan. En in die tijd werd wol nog wel verwerkt. Maar tegenwoordig, dat is nu een paar jaar aan de gang. Eerst door de pandemie, maar ook door de oorlog in de Oekraïne. Wordt er heel weinig nog naar Azië verscheept. En er wordt dus 50% van alle wol wordt dus, dit is dus letterlijk het straatbeeld, wordt in brand gestoken. Dat betekent voor Europa 225 miljoen kilo. Nou, dat is, ik weet niet, wol is vooral volume, weinig gewicht. Dat is echt krankzinnig veel. Komt omdat er geen procesverwerking meer is. Dus we kunnen eigenlijk niks meer, bijna niks meer produceren in Nederland. Er is nog één weverij over in Twente. Er is nog één breierij over, ook in het oosten van het land, van de hele textielindustrie in Tilburg is... En dan heb ik het over industrie, is niets meer over. Er is één professionele wolwasserij over in Europa, in België. Een handjevol spinnerijen. Dus als je zo'n bult wol hebt, als je er een draad van maakt, dan kun je weven en kun je breien. Dan heb ik het niet over hobby, want die wolberg, als je die wil verkleinen, dan heb je het echt over toch wel serieuze industrie. Er is een spinnerij in Spanje nog, in Ierland, Engeland en dan heb je het wel een beetje gehad. Dus dat zit helemaal op slot. En het verwerken van wol tot een product, dat is best een grote opdracht. Een opgave zou ik zeggen. Ik zal er straks meer over vertellen. De werken die ik maak, die bestaan met name uit wol. En de eerste werken die ik maakte waren voor architectuur. Ik begon met wol en toonde dat in Nederland. Maar was het daar eigenlijk nog niet echt een goede stemming voor. Nederland vond wol toch maar een beetje, het zat in de alternatieve hoek. En toen ben ik meteen naar Engeland gegaan. Dat is nog steeds eigenlijk de visie van ons bedrijf. Als we voelen dat we toch veel moeite moeten doen om iets te laten, rijpen. Dan is de tijd er is dan nog niet klaar voor. Dus wij werken daar waar mensen begrijpen wat we doen. En dan kun je ook heel snel schakelen. Engeland lag voor de hand. De Engelsen zijn gek op wol, nog steeds. King Charles is natuurlijk een enorme pleitbezorger van die hele wolindustrie. En de Engelsen houden ook van kleur. Dus Engeland was het land waar ik lang gewerkt ben, in Londen. Een genereuze introductiecultuur. En daar werd ik voorgesteld ook aan opdrachtgevers. En mijn eerste werken zagen er zo uit binnen de architectuur. Dit is de wol waar wij de kunstwerken van maken. We hebben lang een eigen kudde gehad in Friesland. Maar als je beseft, we hadden toen vrij naïef dachten, we beginnen een schaapskudde, 250 schapen. Een schaap heeft 1 hectare per jaar nodig. Nederland is best klein en dan een aaneengeschakeld gebied. Dat is heel moeilijk om dan een mobiele kudde te laten grazen. Daar heb je best veel stress van als je weet dat die schapen misschien de dag erna niets meer te eten hebben, omdat het gebied, niet alleen maar in Friesland, maar wereldwijd, is door die monocultuur heb je een grasland wat eigenlijk heel ongeschikt is voor dit schapensoort. Dit is het oudste schapenras van Noord-Europa. In Nederland heb je nog een handjevol van deze schapen, 1000, 1200. En waar ze heel erg goed in zijn, is het begrazen van het landschap. Dus wat ze doen is eigenlijk onder regieschap van de herder. Zorgen ze ervoor dat dit landschap geen bos wordt. En dat landschap is in een enorme harmonie. En toen wij in Friesland begonnen met die schaapskudde, het Engelse raaigras is eigenlijk funest. Schapen worden daar ziek van, gaan daar echt letterlijk dood van. Omdat ook de grond zit vol dit zit vol met bacteriën, kunstmest, daar kunnen ze niet tegen, omdat het echt een oerras is. De kudde waar we nu mee werken al zo'n 15 jaar is van een privéorganisatie. Die hebben een eigen terrein. En wat dus heel essentieel is, dat ze dus niet hoeven te reizen. Dus ze hoeven niet in vrachtwagens van A naar B. En omdat levert heel veel stress op. En die stressfactor, onder andere door transporten, dat heeft een enorme invloed op de kwaliteit van de wol. Schapen krijgen ook, onze schapen krijgen geen preventieve antibiotica, geen preventieve jodium. Dat gebeurt allemaal in de reguliere kuddes die voor begrazing worden ingezet.
En ze staan ook niet onder druk van, ze hebben geen economische begrazingsdruk. Dat betekent, overal voel je dus de druk van de tijd. De kuddes die landschaps beheren, die hebben vaak een contract met de opdrachtgever. Zoveel tijd, 10 dagen, en dan moet dit stuk grond onderhouden zijn en dan moet het volgende. Nou ja, dat hebben deze schapen niet, omdat ze vrij terrein hebben. Die stress en die druk heeft enorme impact op de kwaliteit van de wol. Jullie zien het, het zijn hele mooie lange vezels. Ze hebben een enorme, het is heel karakteristiek voor dit type schaap. En er komt ook nooit een dierenarts bij het lammeren. Ze zijn heel sterk. Als er schapenziektes uitbreken naar deze schaap. Ik heb nog nooit in al die tijd ik met wol werk, heb ik iets. Is dat zeg maar bij deze schapen waargevonden? Dus het is een heel sterk ras. Er zit weinig vlees aan. Dus het gaat eigenlijk alleen maar om de wol en natuurlijk om de kwaliteit van ons landschap. Nou ja, hebben we dat daarvoor over? De overheid heeft jarenlang subsidies verstrekt voor het machinaal het afgrazen van terrein. Dus als het dreigt tot een bos te worden, kan je met schapen werken. Maar je kan ook een grote machine laten komen, afgraven. En dan heb je 10 jaar heb je een soort krater en dan begint het weer opnieuw de vegetatie. Dat is een ander verhaal. Maar er zat dus op dat plaggen zat dus een subsidie op. Dus je begrijpt dat heel veel kudden. Dus ja, die zijn gewoon ter ziele gegaan. Dus, en het gaat natuurlijk over veel meer dan dat. Deze schapen, de manier waarop ze lopen, ze stampen de bodem heel compact, maar niet verdicht. Er zit ook een hele intelligentie achter dat hele beheer, dat hele natuurlijke ecologische beheer. Dat levert dus een hoogwaardige kwaliteit wol op. En dat ziet er dan zo uit als je dat verwerkt in de werken die ik maak. We zitten in Friesland, 15 kilometer onder Leeuwarden. Lang in Amsterdam een atelier gehad, maar 15 jaar geleden toch naar Friesland gegaan. En hier begonnen. Ik weet niet of dat balkje bovenin, hebben jullie dat ook? Oh. Ja, dat verdwijnt als hier lang in beeld. Oh, oké, goed, dan doe ik niks. We zijn met 20 mensen ongeveer. 10 mensen werken er in de ateliers en de andere 10 werken er op de tuin. We zijn eigenlijk een beetje begonnen met een huis gekocht. En in de schuur ben ik begonnen met vilt maken. Toen kwam er een gebouwtje bij. Als scharrelende wijs hebben we nu een aantal gebouwtjes. En het laatste was een boerderij in Hunt, dorpje verderop. Om eigenlijk de hele procesketen, die is daar zichtbaar. Dus we hadden echt nooit een plan van we beginnen hier en we eindigen daar. Maar we zijn eigenlijk altijd begonnen met iets te maken wat er niet was. Dus een viltmakerij lag nooit in de ambitie. Maar toen ik begon met de werken in gebouwen, heb ik wel onderzoek gedaan in Europa, in Zwitserland, in Oostenrijk, om te kijken of dit geproduceerd kon worden. Nou, dat bestond niet. Dus toen gingen we zelf beginnen met een viltmakerij. Nou, hetzelfde met de kleuren. Professionele ververijen, die zijn er nauwelijks nog. Dan beginnen we zelf een ververij. Dus we beginnen altijd, doen we iets wat er niet is, omdat het eigenlijk nodig is voor onze volgende stap. Veel werk in Amerika. Amerikanen houden enorm van ambachtelijkheid, van handwerk. Die appreciatie is zeer groot, maar ook de kleuren van Rembrandt en Vermeer. Daar zijn ze echt dol op. En daarnaast, wat we doen, is de missie. We doen heel veel onderwijs, vinden zij heel belangrijk, het doorgeven van kennis. En in Amerika heb je eigenlijk een heel ander beloningssysteem. Ik denk dat ik even hulp nodig heb. Want hij niks doet meer. Er is een heel ander beloningssysteem. Oh ja, sorry. Even kijken. Ja, oh, dat ligt aan mijn vingers natuurlijk. Ja, wolhanden. In Amerika heb je een vaak families die een wand doneren. En die dan eigenlijk zeggen, dit is de wand, de kunstenaar mag doen wat hij wil. Oh ja, het gaat weer. Oh ja, gaat het beter? Ja, ja, ja. Dit is het grootste werk dat ik ooit gemaakt heb. 20 bij 6. Het was een 3-luik. 1 stuk. Dat wordt dan inderdaad 10.000 handsteken. Dat wordt dan gekrat. Dat wordt opgehaald met handschoentjes aan. En dan wordt het helemaal in een, in dit geval in een frame gezet. Het waren 3 werken. En we maken dat in 3-4 maanden. Dus best snel, omdat we eigenlijk alles in huis hebben. Dus we kunnen meteen beginnen als er een opdracht is met het maken. Dus met het kleuren, met het kammen, met het verwerken. Vaak voor zo'n werk natuurlijk is er een concept.
Dus met een aantal proefstalen, een verhaal, dat de opdrachtgever ook echt weet waarom dit werk daar passend voor is. Nou, dit heet Fields of Transformation, dat is een bibliotheek in de University of Pennsylvania in Amerika. En dit gaat over, letterlijk, dit is bibliotheek. De witte kleuren representeren het neutrale, de openheid, de blauwe tinten, het intellectuele. En dan samen door empathie, het goud, heb je eigenlijk een hele mooie beweging. Dus elke keer maken we dit soort concepten voor deze plekken. Privé, dit is in Nederland, dus we doen zowel werken voor musea of universiteiten, voor ziekenhuizen. Maar ook vele werken in opdracht, ook letterlijk het werk boven de bank, zeg maar. Mensen zijn vaak bang om ons te benaderen, want ze denken, ja, dat is toch... Dat is, maar wij maken nog steeds ook, voor iedereen die interesse heeft, maken we gewoon een werk altijd op maat. We hebben ook wel galeries, maar dit is, vinden mensen toch het meest bijzonder, dat je het maakt voor de plek, in plaats van dat je het inderdaad uitzoekt. En zoals jullie zien, het past het eigenlijk altijd in elke sfeer, het harmonieert, plantenkleuren zijn... heel erg verbindend. Het heeft eigenlijk nooit een, hoe zeg je dat? Dat je zegt het vloekt of het past niet bij elkaar. Dat gebeurt nooit met plantenkleuren. In elke setting zie je eigenlijk dat het werk goed resoneert. Dit is ook entreewanden, dus je komt binnen. Dit is eigenlijk een schilderen met vezels. En de plantenkleuren hebben een enorme vitaliteit. Zijn nooit instemmig, dus zijn altijd heel erg gelaagd. En als ik een werk maak, dan duurt het ook altijd een aantal dagen. Dat is heel mysterieus, waarop de kleuren zich echt laten zien. Dus die moeten dan ook nog met elkaar die ontmoeting, zeg maar, de tijd geven. Het is klaar en dan na een aantal dagen denk je, oh ja, een soort rijpingsproces nog in dat droge. En dan heb je inderdaad dan heb je het werk in volle glorie. Dit is wat we dus heel veel doen. In alle omstandigheden, dit is bijvoorbeeld een gebouw in Amerika. Het zijn heel erg, gaat over neutrale. Het zijn grote panelen. Het kun je moeilijk zien aan de schaal. Nu maar 6 meter lengte. Dit is helemaal ingevoegd in marmer. Dus ook zacht en hard. En door het licht, dat verandert natuurlijk de hele tijd door spectaculaire architectuur, heb je eigenlijk elke keer een andere sfeer in dat gebouw. Ja, deze werken zijn nu je moet toch even weer misschien even komen. Deze werken zijn 15 jaar. De oudste werken in de gebouwen die ik heb zijn 20 jaar, 22 jaar. En hier ben ik dus ook niet zo goed in, sorry. Oh god. Ja. Waar staat die uitvouwen? Bovenin. Nu uitschakelen. Ja. En dan? Op het beeld klikken. Oh, dank je. Ah. Deze werken zijn allemaal in Friesland gemaakt. Dan hebben we een bouwteam in Amerika. Dus ons team gaat er dan heen. En dan gaan we samen met dat bouwteam aan de slag. Dit zijn panelen, akoestische panelen. Het gaat heel vaak over geluid. Muziekstudio's zouden wij heel erg tof vinden om te doen. Echt, omdat eigenlijk die akoestische materialen, die zijn toch altijd wel... mag ik het even toch dan zeg ik het maar bot. Die zijn altijd wel best wel... lelijk. Het is altijd dat je, geluidsproblemen, dan komen die panelen in. Ze zijn altijd, ze zijn heel compact. Het is vaak een soort van uniformiteit, industrieel. Het is, er is nog weinig verfraaiing in de wereld van de akoestiek, zeg maar, met betrekking tot die geluidsverbeteraars. En dit is natuurlijk de geluid is één ding, maar ook het neutraliseert de luchtvochtigheid. Wol is echt super met betrekking tot geur in restaurants. Het neemt de geur op, maar geeft het ook weer af. Het is echt het neutraliseert enorm. Maar ook energetisch in gebouwen waar we dit hebben. Ja, mensen zeggen heel vaak, wat zijn het prettige werk- en leefomgevingen. Dit is in Duitsland, in een bank. Was de opdracht... om een werk te maken voor de Deutsche Sparkasse. Het was een hele conservatieve bank. En we hadden toch wel iets met elkaar. Ja, is dit nu wel eigenlijk de route die je moet gaan? Dus dat is ook wel heel makkelijk. Werk in de bank, de factuur en klaar. Ze zeiden, dat doen we nu steeds meer. Een beetje conditiestellend werken. Dus we zeiden, kunnen we ook nog iets anders doen? Met de boeren samenwerken. Planten verbouwen voor dit kunstwerk. Dat hebben we gedaan met Duitse boeren die geen Engels praten. Dus die je dus moet helpen om voorschriften voor een teeltplan. Want
Ja, het is heel interessant om te weten, maar de meeste van jullie weten dat denk ik wel. Als je planten verbouwt, voor kleur, maar ook voor voedsel, kun je heel vaak dat zaad niet meer winnen. Omdat de grote multinationals het zaad zo gemodificeerd hebben dat het niet herwinbaar is. Dus als je heel vaak zeggen mensen, ja, ik heb geen groene vingers, maar dat is natuurlijk onzin. Want het is gewoon zaad wat gewoon in een laboratorium in Portugal is gemaakt. Maar gebiedseigen zaad, ontwikkeld op de plek, zelf gewonnen, geeft natuurlijk een heel sterk zaad. En dat is er bijna niet meer. Dus al onze verfplanten hebben zelf gewonnen zaad op van het terrein, van het gebied. En zijn daardoor heel sterk. In Friesland heb je natuurlijk hele andere omstandigheden dan in Limburg. En het is gewoon, het is eigenlijk wel schokkend dat het zo'n miljardenindustrie geworden is. Boeren moeten teeltpatenten kopen elk jaar bij de grote multinationals om zaadgoed te kopen. Dus elk jaar opnieuw moet je dus, er zitten octrooien op, moet je dat zaadgoed dus betalen. En dus wij proberen zeg maar in een soort onderstroom met boeren samen te werken met eigen gewonnen zaadgoed, wat veel sterker is en resistenter is. En dus ook met deze boeren. Uiteindelijk is het een werk geworden waar de boeren mee aan samengewerkt hebben, maar ook de bibliotheek, de scholen. Het is een gemeenschapswerk geworden. En daardoor heeft het zich eigenlijk prachtig gevoegd, letterlijk in de community. En het is eigenlijk, het geeft veel voldoening ook om op die manier te werken. Dat je impact geeft, een afdruk achterlaat op een plek waarin mensen zich geïnspireerd voelen om andere dingen te doen. Links is een impressie van ons veldatelier. Abel die zit daar, die zit zichzelf weer voor de 25ste keer op beeld. Maar onze kinderen werken altijd mee. Het kammen van de processen, het is heel veel aandacht voor nodig. Je moet een soort van fijnzinnigheid ontwikkelen om dat te doen. De processen gaan allemaal over handwerk. Maar dat ervaar je ook. Er zit een soort van menselijkheid nog natuurlijk in die paletten. Rechtsboven is een project dat we gedaan met Google. Dat was een heel interessant project. We hebben met hun een ruimte ontwikkeld. Die bestond alleen maar uit natuurlijke materialen. Die ruimte is door honderdduizenden mensen bezocht. Google had een armband ontwikkeld. Die deed je dan om. Je ging die ruimte in. 5 minuten zonder praten met 5 mensen. En toen werd je hartslag gemeten, je lichaamstemperatuur en je bewegingsmobiliteit. En het bleek dus dat het allemaal inderdaad naar beneden ging. Voor hun was het hele interessante data voor hoe optimaliseer ik een werkruimte. En wij gebruiken dit eigenlijk ook, die informatie als je opdrachtgevers hebt die ervan, die niet op intuïtie geloven dat het materiaal impact heeft. Dus bepaalde werkruimtes, die zijn, je kan nu zeggen, er is bewijs, er zijn facts en figures. Als je dit gebruikt in een interieur, dan gebeurt er wel echt iets met je. En, maar goed, de meeste van jullie weten dat natuurlijk wel. Beneden is een werk voor de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Maatwerk ook, organisch van vorm. Ging heel erg over de kleuren van Rembrandt en Vermeer. Rembrandt die had zijn atelier in Amsterdam in de buurt van de plantaardige ververs. En het einde van de werkdag ging hij altijd naar die ververs toe. En de resten uit de verfpotten, het slijk wat er nog in, want zo noemen ze dat, dat is die pasta. Dat heeft hij eruit geschraapt. En dan maakte hij zijn eigen zijn kleurpigmenten van. Dus er is nog 1 schilderij van Gogh, de slaapkamer. Het vernis is ook met het Nederlandse blauw gekleurd, de Wede. Die hebben wij ook in die kledingcollectie. Die zit hier ook in dit doek. Dit is een werk in een restaurant. Als jullie een keer heel lekker willen eten, ga naar Roermond. Ook met de Michelin, restaurant One. Met een tuin erbij. Eetbare verfplanten. Jullie zien, het is een oude fabriek. Maar ook daarin voegt dat werk zich echt naadloos. De kleuren van Rembrandt weer. 5 jaar duurt het voordat die wortel die kleur geeft. Het is de meekrap. En die wordt in Nederland professioneel niet meer verbouwd. We hadden laatst ook een mogelijke samenwerking met een boer in Zeeland, waar hij het heel goed doet. Maar ook randje Friesland, Groningen, vegen de kleigrond, doet hij het ook heel goed. Maar het duurt, wij hebben zelf wel een meekrap, die 12 jaar oud is. Monsters daarvan zitten ook in het Rijksarchief. Dus het is heel speciaal, want de kluit van die wortel, als je hem oogst, die geeft een bepaalde verdieping. Dus heel vaak als mensen meekrap kopen, er is natuurlijk wel in de wereld, wordt er wel plantgoed aangeboden, pigmentgoed. Maar die is altijd schoon, die is altijd gewassen, die is gedroogd. Maar het hele speciale is eigenlijk dat je hem vers oogst.
En dat de kluit van de aarde er nog met de mineralen er nog in zit, aanzitten, waardoor je eigenlijk in de verfpotten heeft dat een enorme impact op die kleurintensiteit. De kleuren, ja, ik heb er al het een en ander over verteld. Nou, dit vond ik best wel schokkend. 20% van alle watervervuiling komt door de textielindustrie. En dan heb ik het niet alleen over de kleding, maar ook over het interieur. Nou ja, de stoelen waar jullie op zitten zijn petrochemisch gekleurd. Het is allemaal petrochemisch gekleurd. Dus je kan heel moeilijk plantaardig gekleurde kleding, interieurstoffen kopen. En dan heb ik het natuurlijk niet over iemand die dat thuis inderdaad voor hobby doet. Want dat is natuurlijk prachtig. Maar de industrie bestaat niet. Wij zitten in een soort round table circle met professionele ververs. En we hebben 9 collega's in de wereld. En dat is het. 2 in Brazilië, nou, een handjevol Frankrijk wel. Himalaya ververs zijn er. En Duitsland, dan houdt het op. En ja, dat is natuurlijk wel echt een hele schokkende constatering. En die industrie is echt super hardnekkig. Je krijgt dit bijna niet, dat daar een soort van andere koers in komt. Het heeft te maken met geld. 100 jaar geleden zijn die verfateliers allemaal gestopt. Toen kwam de chemische kleur, of nog iets langer dan 100 jaar geleden. En het ging natuurlijk over kleur. Consistentie, je wilt natuurlijk allemaal 1 kleur, massaproductie. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, het is natuurlijk het mooiste als je een kleur hebt met de planten van dit seizoen, van deze plek, als een terroir, zeg maar, met wijn. Maar het gaat over de appreciatie van kleur. En toch elke keer weer de groepen die bij ons komen. Heel veel mensen hebben plantenkleuren nog nooit waargenomen, maar het valt je altijd op. Er zit een hele andere tonaliteit in, er zit een verdieping, het is nooit eenstemmig. In het maken van de kleuren heb je volle concentratie nodig. En wij doen nu denk ik zo'n 15 jaar, 18 jaar kleuren wij met planten. In het begin kocht ik het ook in natuurlijk op de verfplantenmarkt, gewoon online. En dan had je recept B en het jaar op wilde je hetzelfde recept kopiëren met hetzelfde, met weer zo'n partij verfgoed. En dan kreeg je toch een andere kleur. En toen zijn we helemaal teruggegaan, ook daarin, die transparantie van die keten, is dat zo moeilijk om helemaal bij die boer uit te komen. Dat is heel mistig, dat zegt ook niemand. Maar er zijn dus ook heel veel chemische processen, los van de verbouw, in het drogen van de pigmenten, om die droogtijd te versnellen. Die worden toegevoegd. Ja, waar moet je beginnen? Dus toen zijn we zelf begonnen met verbouwen. Verfplantenkleuren zijn natuurlijk, maar ook letterlijk, dit komt natuurlijk ook echt letterlijk in je systeem, in je eigen ecosysteem. In Huns, op onze boerderij, zijn we begonnen met de eerste teelten. Dit is een kas, die hebben we heropgebouwd. Die stond in België, die ging door de shredder, omdat mensen houden heel erg van tunnelkassen. Dit is echt, de kas die is 200 jaar oud. Elke storm overleeft. Dus als je het hebt over duurzaam bouwen en naast schoonheid, wat wij heel belangrijk vinden, is dit een. Hij voegt zich naadloos in het landschap. Dus hier wordt het zaad opgekweekt en dan gaat het naar de akkers. Zo ziet ons landschap er dan uit. Aalsmeer, maar dan anders. Met prachtige, inheemse planten, vaak medicinaal, die worden gebruikt om te kleuren. Links zijn de akkers van de Duitse boeren. Rechts is een teelt vorig jaar uitgezet in Brabant bij een biodynamische boer. Eigenaar is Odin. We hebben sinds een paar maanden hebben we ook een Odin in Friesland. Odin is eigenaar van deze boerderij. En we hadden de grootste teelt die Nederland had gehad in de afgelopen 100 jaar met de weden. En we hebben heel veel persberichten gestuurd aan kranten, maar er is geen letter over geschreven. Want het doet er. Het is. Doet niet mee met geen enkel gespreksonderwerp. En ons idee achter die teelt is dat we boeren stimuleren om andere soorten gewassen te verbouwen, onder andere voor kleur. Dat de boerderij er anders uitziet, want je krijgt dan kunstenaars, designers op je erf, wetenschappers. Je krijgt een hele andere club mensen krijg je binnen. Gewoon voor die boer ook heel fijn, want dat horen wij ook terug van je plek is ineens dynamisch. Het geeft natuurlijk biodiversiteit, dus atypische teelten geven natuurlijk ook een alternatief voor die mais en die aardappels. Maar gaat over economie, zijn we met z'n allen bereid dat dan toch te betalen? Geen idee. In de kunstwerken wordt het gebruikt nu door ons. Dit is onze eigen tuin, heel divers.
We doen een aantal workshops, voordat ik dat vergeet, dit jaar in Huns op de boerderij. Broodworkshops, zuurdesem, houtoven, echt super leuk. En nog een diner bij ons in de loods met een hele coole chef uit Friesland. Als jullie interesse daarvoor, dan moet je dat straks even bij me aangeven. Dan vertel ik daar iets meer over. Dit is links de ui. Dus, dit zijn restmaterialen uit... als je dus workshops doet met kinderen bijvoorbeeld, is het natuurlijk heel leuk om thuis erbij te betrekken. Het loof van de wortels kan je mee kleuren. Dit zijn geen kleurvaste pigmenten. Maar dit gaat over hele andere dingen. Maar wij gebruiken voor de kunstwerken altijd de zogenaamde grand tints. Dat zijn dus die topkleuren die voor die hoge lichtechtheid garanderen. Als we ui gebruiken, dan zetten we er altijd een andere toon onder. De wauw bijvoorbeeld. Dit is ook weer Amerika. Ik vertelde al, we doen heel veel onderwijs. Dit is een chef. Ik had ooit de eerste serie Chef's Table gezien. Ik zag daar Dan Barber. En toen dacht ik, wat hij doet met eten, doen wij met kleur. Dus ik heb hem een e-mailtje geschreven. Hij is een popster. Hey Dan, what you do with food, we do with color. En ik kreeg dus een antwoord terug. Nu zijn we 5 jaar later. En nu gaan we met hem samenwerken. Ook, we hebben dit gedaan in zijn onderwijslokaal. Zij leiden boeren op tot biodynamische boeren. Maar ook de samenwerking met hem gaat op allerlei niveaus. En we vinden elkaar in de wereld. Hij is heel erg avant-garde. Als je daar een keer gegeten hebt, dat vergeet je echt nooit weer. Het is een restaurant buiten New York, maar hij heeft ook een restaurant in New York. Ze gebruiken alles. Dus ook, en ze zijn een biodynamische boerderij. Dat betekent dat je niet alleen maar wisselteelten doet, maar ook met bepaalde constellaties van de planeten zaaien en oogsten. Het heeft allemaal impact natuurlijk op... de kwaliteit van voedsel, maar ook van kleurpigmenten. Er zit een hele filosofie achter ook, die biodynamische landbouw. Rechts de make-up-paletten. Links, we hebben ooit een keer meegedaan met de Chelsea Flower Show in Londen. Het is een hele prestigieuze, de Olympische Spelen onder de botanici. Met de verfplantentuin hebben we toen heel hoog gewonnen, omdat het eigenlijk nog nooit gebruikt was. Gebruikelijk was om, dit hoorde altijd, zeg maar, ook bij Engeland. En mensen vroegen net aan mij, hoe ziet de wede eruit? Dat is dat opvallende gele plantje, dat is de wede. Maar je gebruikt niet de bloem voor het blauw. Je gebruikt het eerste jaar gebruik je eigenlijk dat bladkroon, die rozet. De bladeren. Eerste jaar gebruik je het voor kleur. Tweede jaar gebruik je het zaadgoed oogsten. Dus je hebt dan ook je eigen zaadgoed. Hij is ook een hele mooie vaasbloem. Het is een hele prachtige. Hij hoorde ooit bij Europa. In Frankrijk is de wede door Macron tot UNESCO-erfgoed gekwalificeerd. In Frankrijk heb je een hele andere ontwikkeling. De Chanel-ateliers, al die ateliers met handwerk, borduren. We hebben een stagiair gehad uit Parijs. Nou, dat was echt een jonge student, die was echt borduurspecialist. Je hebt opleidingen nog tot haute couture confectioneren. En dat wordt daar allemaal beschermd. En in België heb je ook nog hele goede opleidingen die topmakers produceren, zeg maar, letterlijk. Nederland is het heel anders. Wij zijn heel erg van het concept geworden. Maar in de klassieke opleidingen vind je in Frankrijk en in België. Ook een beetje ons thuisfront is de triodos natuurlijk. Zonder die bank waren we er ook niet. Dit werk is gemaakt ook met de architect, het gebouw. Het voegt zich ook naadloos in het gebouw, maar ook in de omgeving. Het is pointillistisch werk. In alle seizoenen heeft het een connectie met de natuur daarbuiten. Het ligt midden in een natuurgebied. Het gebouw zelf is al spectaculair. Je kan het helemaal demonteren. Het is een heel interessant gebouw, veel hout. En het is gewoon... fijne werkruimtes. Je kunt natuurlijk ook het gedroogde pigment gebruiken voor olieverf, maar ook voor aquarel. Dat doen we ook. Dus eigenlijk is alles herbruikbaar. Hier staan we nu. We dachten, Claudia en ik, van hoe gaan we nu verder met de studio? Het hangt heel erg op de kunst. Dat is in ieder geval... het handschrift is heel uniek. Ik maak die kunstwerken nog steeds zelf. En ik heb natuurlijk wel hele fijne mensen die helpen in al die facetten, in die onderdelen van het traject. Maar
het is ook belangrijk om het straks door te geven. Nou, we hebben twee kinderen. De jongste zoon is echt super geïnteresseerd in kleding. Toen dachten we, nou, in kleding komt het niet zo persoonlijk. In ieder geval op de snit of ontwerp. Je kunt ook gastontwerpers vragen om een kledingcollectie te ontwerpen, elke keer weer. En dan eigenlijk heb je de visie van de studio helemaal vertegenwoordigd in die kleding. Want het gaat over dezelfde waarden. Alleen het hangt niet op mij als persoon. En daardoor kan de studio straks ook echt doorgaan. Nou ja, we zijn begonnen met een kledingcollectie te ontwerpen. In de loods, dat is ons nieuwe gebouw. Naast het veldatelier. Ewel weer aan het spinnen. Maar spinnen is een enorme uitdaging, want in spinnen kom je heel veel tegen. We hebben mensen die echt boos worden achter het spinnenwiel, die denken dat doe ik even. Het is een enorme coördinatie, het is echt motoriek alles. We hebben een keer een workshop gedaan met de strategische top van de Nederlandse politie. Die moesten voor promotie, hadden we een programma ontwikkeld met criminologen. Hebben 2 jaar aan gewerkt, onder andere processen van maken. Nou ja, de identiteit zit in een draad, je ziet alles in die draad. Dus in al die processen zie je weerbaarheid, je ziet flexibiliteit, je ziet, ja, je komt jezelf daarin tegen. Dit gebouw, hebben we nu 1,5 jaar geleden gekocht. Helemaal gerenoveerd met gerecyclede materialen. Links de pui komt uit een nachtclub uit Parijs. We hebben de gekste materialen verzameld, gescharreld. Als een collage is dat gebouw. Maar we hebben ook heel mooi interieur. Het is ook echt schoonheid. We hebben een interieur kunnen overkopen van het Lloyd Hotel in Amsterdam. Echt Dutch design, echt de originals. Omdat het hotel werd doorverkocht. En die nieuwe eigenaar, die begrepen dat niet. Dus het is echt een heel, ja, het is gewoon ook een heel fijn gebouw geworden. En ja, dat gebouw heette al in het Friese Loods. Ik weet niet precies of ik het goed uitspreek. Maar we dachten, ja, loods. Dus in Engels is het ook, ja, opladen. Nou ja, je kunt daar van alles bij bedenken. Het heeft verschillende etages. En de collectie, de kledingcollectie, die heet dus ook loods. Wat doen we in de loods? Nou ja, heel veel onderwijs. Ik vertelde er al over. Er komt binnenkort weer een groep uit Italië, de eerste master farm to fabric to fashion. Nou, die studenten die logeren dan de hele week bij ons. Dan ga je een hele week, je maakt je eigen brood en de hele cyclus, full circle. De ervaring dat dit allemaal gewoon, ja, het is een oefening in die processen. En je oefent eigenlijk nooit met die processen van verbondenheid, want alles is uit elkaar getrokken. En door die fragmentatie voel je nooit meer dat je van het ene in het ander kan gaan. Er zijn heel veel mensen die bij ons werken, die hebben de gekste achtergronden. En omdat ze eigenlijk in het systeem waar ze in werkten, gewoon, ja, het past niet meer. We hebben nu echt een ruimtevaartdeskundige die in de ververij staat. We hebben een, Carlotta Buiten, dit is een docent uit Spanje. Er komen mensen bij ons aanwaaien. Langere tijd, kortere tijd. De langste medewerker die bij ons werkt is mijn rechterhand in het atelier, 22 jaar. Werkte bij mij, heb ik ooit een keer gezien in het Fries Museum, liep ze hier stage. Wij spreken met elkaar, een soort, ja, hand-DNA hebben we met elkaar ontwikkeld. Maar iedereen voegt zich eigenlijk naadloos in ons team. Het gaat niet over skills, maar het gaat heel erg over, nou ja, heb je de beweeglijkheid, heb je de radicaliteit om de wereld te veranderen met wat je te brengen hebt. En ja, dat zijn de mensen die bij ons werken. Deze zomer hebben we aan de collectie gewerkt met een ontzettende leuke club studenten uit Antwerpen. De mensen van die beroemde modeschool. Veel Zuid-Koreanen, echt super hippe gasten. En het was heel leuk. Met hun hebben we dus die prototypes gemaakt. Die Loads Collection, die is er nu. Die hebben we 3 weken geleden gepresenteerd in New York, tijdens New York Fashion Week. En het is eigenlijk een haute couture collectie geworden. En die collectie, die bestaat letterlijk uit, nou ja, een collectief van makers. Linksboven, we hebben Friese wol gebruikt, maar we hebben ook Spaanse wol gebruikt. Zij is Pia Maria is een advocaat, die is herder geworden. En wat zij gedaan heeft is, ze is een kudde begonnen om die oude paden, die oude routes, die transhumantes, om dat weer te restaureren. Spanje heeft de grootste wolcultuur van Europa. En daarom hebben we heel veel connecties nu ook in Spanje, omdat het daar heel erg past met de netwerken die er nog zijn. Deze kudde heeft merino-schapen. Voor de draagbaarheid van de kleding is dat heel geschikt. Even kijken, rechtsboven de Spaanse boeren waar we mee werken, biodynamische boeren, echt ook geweldige mensen die voor ons dit jaar de teelt, coreopsis en zonnebloem en de wouw gedaan hebben. En we gaan met hun door, volgend jaar gaan we schalen. Nou, Ebel is daar dit jaar geweest om te oogsten
Nou ja, dat was heel belangrijk om te horen. Hoe gaat dat dan met de handpluk? De hele gemeenschap van dat dorpje in Navarra doet dus mee. 7 uur 's ochtends met brandende zon op je hoofd zit iedereen naar bloemetjes te plukken. Mannen met zulke grote handen, iedereen is bezig met die verfijning. En samen werk je naar iets toe. En dat geeft dus heel veel voldoening. En dus ook economisch perspectief. Rurale gebieden, ook in Spanje, lopen leeg. Mensen hebben weinig perspectief. Er zijn nauwelijks jonge boeren. In Nederland natuurlijk... ja, dat is natuurlijk een mondiaal fenomeen. Iedereen gaat naar een business school. Er is niemand die nog zegt vrijwillig, ik word boer. Dus we willen eigenlijk dat boerschap, door wat we doen met die boeren samenwerken, toch een andere impuls geven. Even kijken, middelste rij midden. Wie maakt de confectie? Dat gebeurt in Amsterdam met Makers Unite. Het is een geweldig initiatief, bestaat al 7 jaar. Er werken alleen maar migranten, nieuwkomers. Het is een confectieatelier alleen maar met mensen die uit de confectie komen, vaak Syrië. En elk item, omdat dit prototypes zijn, hebben ze het nog niet. Elk item heeft iets van een herkenningsmerk van het reddingsvest. Dus iedereen is ooit aangespoeld in een bootje met een vest, zo'n life jacket. Dus dat is een heel sterk, bijna een soort symbool van, om aandacht te vragen voor het inzetten van de kwaliteit van deze mensen is natuurlijk heel belangrijk. Beneden, midden, Maartje Boer, een topbreister uit Maastricht, die voor onze prototypes maakt. We hebben een bedrijf gevonden in Spanje. Daar zit iemand die hun heel goed kent. Wool Dreamers, een industriële spinnerij. Dat is de draad van Pia Maria tot garen verwerkt. En dan kan het in Nederland worden verwerkt tot een breisel. En helemaal bovenin is de katoen. We hebben dus wol en katoen. En de katoen, daar hebben we voor gekozen, omdat het bedrijf, dat is Sekem is de naam, komt uit Egypte. Het is ook een biodynamische boerderij. Ze hebben het oudste katoenzaad van de wereld, waardoor er 90% minder water wordt verbruikt. 15 jaar geleden is er een man begonnen in de woestijn, Ibrahim Aboulaïch, om die woestijn vruchtbaar te maken. Nou, 50 jaar later werken er 2000 mensen. Eigen scholen, ziekenhuizen, weverijen, theeplantages. Het is ongelooflijk. En de katoen van hun is dus biodynamische kwaliteit. En we kopen dus van de boer. We kopen niet van de tussenhandel, we kopen van de boer. Ik heb ze vorige week ontmoet. Het zijn geweldige mensen. We gaan erheen om de vrouwen op te leiden. Er komt een nieuw Sekem in de woestijn om de Wahaat-vrouwen op te leiden tot plantaardig verver. Dus wat wij doen is heel veel doorgeven van kennis. Dus iedereen die meedoet met Loads Collection is bezig met die transformatie, op wat voor niveau dan ook. Ja, even kijken. Volgens mij is het bijna de laatste. Ja, dus die kleding gaat over... ik vind het heel leuk dat jij er bent, om hem volgende week te dragen in Leeuwarden in de Neushoorn. Maar die kleding gaat over... als je zo'n kleding koopt, dan ben je ook een activist. Dan help je ons met die beweging. En dat is heel erg waar we voor staan. Even kijken. De zonnebloemen. Ja, je ziet het al, hoeveel ontzettend veel werk het is met die bloemetjes. Het is dit geworden. Ik heb de eerste collectie zelf ontworpen. Ik had letterlijk 8 stukjes van een rechthoekje en ik heb ze gemoleerd op een popje. En dat was het. Zo ben ik ooit begonnen met het afstuderen, echt vanuit die moulage techniek. Dus het is deconstructed. En we hebben eigenlijk, universele collectie geworden met hele opvallende naadverwerkingen. Het is heel rauw, maar ook weer verfijnd. Nou ja, iedereen die zo'n trui aantrekt, die past gewoon. En ja, het is vooral heel erg ook waar het voor staat. En we gaan nu bezig met de volgende collectie. We hebben nu een aantal hoedenmakers uit Madrid. Een prachtig vakmanschap in hoeden laten zien. Er zijn nog 2 hoedenmakers in Spanje over. Van de hele industrie, Sevilla en nog eentje in Madrid. En met deze jonge mensen, die maken we dus inderdaad shepherds hoeden. En die komen eind van het jaar ook met de plantenkleuren. We vragen binnenkort een ontwerper ook om de volgende collectie te ontwerpen. Dus ja, het is in beweging. Maar alle fundamenten, van bodem tot eindproduct, is inderdaad in de samenhang. Maar is dit het? Ja.